verschillende gedenkwaardige momenten in het jaar worden bijzondere Surinamers gedecoreerd. Voor bloeddonoren is er een speciale en aparte dag hiervoor. Deze dag is meestal op of rond de Wereldbloeddonorendag om de wereldwijde belangrijkheid en onmisbaarheid van de bloeddonor ook in ons land nadrukkelijk te belichten. Bloeddonoren getroosten zichzelf tijd nog moeite om vele malen bloed af te staan ten behoeve van mensen in nood. Om bloeddonor te kunnen zijn, wordt van je vereist dat je als individu een gezonde leefstijl op nahoudt. Dat is makkelijk gezegd, maar wereldwijd wordt de gezondheidszorg toch veel geconfronteerd met de gevolgen van een ongezonde levensstijl. Het kunnen en willen afstaan van bloed is een nobele daad van de hoogste orde. Aangezien dit alles onbaatzuchtig gebeurt, ter genezing van zieken en zeker ook om mensenlevens te redden. Het beschikken over voldoende bloed is een onmisbare pijler in de gezondheidszorg en vormt een bijzondere hoeksteen bij het inhoud geven aan het recht op leven. Zeker ook in de zich steeds verder verruimende toepassingen van de moderne geneeskunde. Ook de regering is dankverontschuldigd verschuldigd aan de bloeddonoren en aan degenen die belast zijn met de algehele coördinatie en met het managen van het proces vanaf het interesseren en het selecteren van aspirantdonoren tot het uiteindelijk beschikbaar stellen van bloed aan de mens in nood. Ook de inspanningen die vanuit de overheid en particuliere organisaties, hierbij vooral het Rode Kruis, verzet worden om een gezonde leefstijl te stimuleren, verdienen grote waardering. Het zijn deze hardwerkende Surinamers, centraal verenigd in het Rode Kruis, een organisatie van hoge kwaliteit en van doortastend management, die bloeddonaties mogelijk maken en garanderen. Dames en heren, wij als regering nemen de zorg serieus. Met name de preventieve gezondheidszorg en ondersteunen de diverse acties die u als organisatie onderneemt om het korps bloeddonoren continu te vergroten. Het ministerie van Volksgezondheid verricht ook de nodige inspanningen om onze gemeenschap te motiveren om een gezonde leefstijl op na te houden. Wij beleven hierbij ook oproepen dat steeds meer mensen bloed geven en bloed blijven geven. Hoe is de regering in staat de waardering te tonen aan deze Surinamers? De regering is de mening toegedaan dat deze speciale daad ook op een speciale manier moet worden gewaardeerd en wel door het decoreren van de voorgedragen bloeddonoren. Het is daarom dat wij als leiding van het land deze decoratie als een bijzondere plicht beschouwen. Als een eervolle dank aan hun voor hun kostbare gift. Ja, als dankbaarheid voor de door hun getoonde menslievendheid. Vandaar, dames en heren, bloeddonoren, dat dit jaar wederom dit eerbetoon en deze grote erkenning van de regering van de Republiek Suriname aan alle decorandi, mede namens de gehele bevolking, voor hun edelmoedige bijdrage aan ons allen. Ik dank u. Dames en heren, geef ze een warm applaus. De ridders in de ereorde van de gele ster. Zoveel bloeddonoren vandaag zijn gehouden. Ik
zou zeggen, zet het goede werk voor. En de volgende keer dat u gaat naar de bloedbank van de natie, neem gewoon je gezinsleven.